Hey, hallo hallo, dit is weer een shoplog. Ik zie er een beetje niet zo oké uit, want ik ben een beetje moe. Maar ik was te enthousiast om deze video op te nemen, dus ik wilde hem opnemen. Het is namelijk zo, onze Xenos die gaat verhuizen. En daarom was alles, echt alles in de winkel 50% korting. Nou ja, ik ben 2 keer naar de winkel geweest. 1 keer met Roel, een vriend van mij. En 1 keer met Ming, met mijn vriend. En ja, ik heb toch wel een heleboel leuke dingen kunnen kopen. En ja, die wil ik graag aan je laten zien. Ik moet zo wel even op zoek naar de bonnetjes. Maar ja, het was zo leuk. Want ik bedoel... Die winkel is normaal al vrij goedkoop en ik koop normaal al regelmatig iets. Maar als alles dan 50% korting is, wow. Eerst stond er ook nog allemaal meubels en zo en van die chillstoelen, weet je wel, die ze altijd hebben. Echt, wat? En dan allemaal 50% korting. Ik heb niet heel grote dingen of zo gekocht als meubels of zo. Maar ik heb wel een heleboel gekocht en dat wil ik graag aan je laten zien. En het eerste wat ik je wil laten zien is dit. Het is inpakpapier. En de eerste keer dacht ik al, want ze lagen naast, nou ja, na de kassa. En toen dacht ik van, jammer, die had ik willen hebben. Ja, dit is dus met allemaal bladeren erop. Ze hadden er nog één, maar dat was meer wit. En ik dacht van, ja, dat schijnt dan door. Dat is niet handig. De prijzen heb ik niet meer, want de jongens hebben de bonnetjes meegenomen. Dus die moet ik nog ergens terug gaan vinden. Maar ik weet wel dat deze was 1,19 of zo. En die is nu dan de helft geweest, 60 cent. Goeie prijs. Voor de rest, je kan wel een beetje een inschatting maken. Op sommige staat misschien een prijsje. Nee, hierop niet. Maar ja, dit kocht ik ook. Dit zijn cadeauzakjes. Super schattig. Echt van die Hollandse cadeauzakjes. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dus ja, hier ben ik super blij mee. Ik hou echt van cadeautjes inpakken. Dus ja, dit is echt wat voor mij. Dan was ik met Ming. En Ming die wilde graag servetjes. Want die heeft een leuk neefje en een leuk nichtje. En ja, als die op bezoek komen of nou ja, gewoon als die ze ziet, dan is het wel leuk om leuke servetjes te hebben. En hij koos deze met ijsjes erop. En deze met fruit en ijsjes. Super vrolijk, echt heel erg leuk. En daarnaast heb ik deze nog en die is voor een swap. Die heb ik voor iemand anders gekocht. Heeft Ming ook uitgekozen, maar ja, hij zei, ja, die is leuk voor die persoon van je swap. Dus toen dacht ik, oké, is goed. En echt alles was 50% korting. Echt gewoon niet overdreven, gewoon alles. Zo raar. En dan nog deze fotolijsten. Echt alle fotolijsten waren dus ook 50% korting. En dit zijn een beetje subtiele goudkleurige fotolijsten. En ik was natuurlijk met Ming en Ming houdt van goud. Dus ja, deze vond ik wel heel mooi. En hiervan heb ik er 2. En ja, eigenlijk als je glutenvrij eet, dan moet je geen houten spatels en zo gebruiken. Omdat dat kan zorgen voor kruisbesmetting. Zeker als er ook met gluten wordt gekookt in je keuken. Dat gebeurt bij mij niet echt. Maar toch, ik gebruikte eigenlijk nooit houten spatels of pollepels of zo. Maar ik dacht nu van, ja, ik had er eentje in mijn keuken liggen. Een hele oude. En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk toch wel heel handig. Ik eet niet, ja, ik eet nog wel glutenvrij. Ik eet netjes glutenvrij. Maar op kruisbesmetting let ik niet heel extreem meer. En aangezien er in mijn keuken toch niet wordt gekookt met gluten, kan ik deze makkelijk gebruiken. Ik dacht dat ik 2 dezelfde had gekocht, maar ze zijn verschillend. Maar goed, ja, ik vond het wel de perfecte gelegenheid om deze nu te kopen. Ja, zodat, ja. Ik kan het me nog steeds niet voorstellen dat alles nou 50% korting was. Zelfs zulke dingen. Maar goed, ja. Ook deze schattige bordjes.
Die gebruik ik bijvoorbeeld wel eens met verf. Ja, als ik een video maak, dan doe ik hier, ja, als ik acrylverf gebruik, doe ik hier mijn verf op en dan ziet het er leuk uit. Daarbij heb ik dan deze bekertjes. Die moet je even van dichtbij zien. Dit is een soort, ja, het is gewoon in watermeloenstijl. Hoe leuk is dat? En dan heb ik nog even ingeslagen stickers. Deze is ook voor mijn swap. Die past ook perfect bij die persoon. Heel erg leuk. Ik denk dat ik al genoeg heb voor die persoon. Ja, ik denk het wel. Ik ga er alleen nog even iets leuks van maken. En dan deze stickers. Die heb ik al een keer cadeau gegeven aan Anouk van Nooksan of Post en Papier. Ik heb voor haar verjaardag aan haar gegeven. Maar ja, deze, zelfs dit was nu voor de helft. Dus ik dacht, ja, deze zijn zo leuk. Die kan ik nog wel een keer cadeau geven of zo. Of zelf gebruiken, kan ook. Hetzelfde voor deze robots. Die ga ik ook cadeau geven. Ik weet al precies aan wie. Heel erg leuk. En dan deze prikkertjes. En op sommige is het een roze vlaggetje met een goud ananasje. Nee, die andere zijn witte vlaggetjes met gouden ananasjes. En dit is een grotere gouden ananas op een roze prikkertje. Heel erg schattig. En dan nog deze. Vond ik ook heel tof. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als die houten. Maar ja, lijkt er dus op. Maar dit is een beetje, wat, ja, ik weet niet, wat moderner of zo. Ja, het zijn dezelfde figuurtjes. Wat grappig. Heel erg leuk. Hier heb ik nog meer. Nog meer. Even kijken. Leuke sticky notes. Ook voor mijn swap. Mink zei eigenlijk eerst dat hij ze nodig had. En toen zei hij, nee, die moet je toch bij een swap doen. Dus toen dacht ik, oké, dan doen we die bij de swap. Dus ja, dus extra leuk winkelen voor een swap. Als je dat zo goedkoop kan doen natuurlijk. En ja, deze kon ik ook niet laten liggen. Dit zijn die leuke lieve eersbeestjes. Hier ben ik zo fan van. En zo lief. Ik heb hier een bonnetje gevonden. Nou ja, als je bewijs wil dat alles 50% korting was. Het is echt zo. Even kijken. Ja, die houten dierenstickers waren 2 euro. Die waren nu de 1 euro. Andere houten stickers ook. Die ananasprikkers, die waren 90 cent, waren nu 44 cent, 45 cent. Lieve heersbeestjes waren nu 64 cent. Verftubers. Ja, deze verftubers van Talens. Dit is gouache. Gouache, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar deze waren 8 euro. En ik heb hier nog nooit mee gewerkt. Ik wilde het eigenlijk gewoon uitproberen. Maar ja, voor 4 euro voor zo'n set. Dat ik het gewoon kan uitproberen. Kijken of het leuk is. En kijken ja, of ik er ook professioneler materiaal van wil hebben. Nu is Talens al wel een goed merk. Dus ja, het is goed om te proberen, zeg maar. Het is niet Action kwaliteit van een of ander gek merk. Nee, het is Talens al wel. Dus ja, hiermee kun je goed proberen of je het leuk materiaal vindt, zeg maar. Dus dit was nu 4 euro. En dit kurkenbakje vond ik heel erg top. Deze was 4 euro en die is nu 2 euro. Dus dit kurkenbakje. Die ga ik mijn pennen en zo inzetten op mijn bureau. Heel leuk. En dan heb ik ook nog van bamboe schaaltjes. Deze vind ik echt prachtig. Elke keer als ik bij Xenos kom, dan denk ik, oh, deze vind ik zo mooi. Maar ze zijn ook best wel prijzig. Deze zijn 5 euro per stuk. Ja, deze zijn 5 euro per stuk. Dus nu had ik 2 voor 5 euro. En ik geloof dat deze zelfs 10 euro was. En deze was dan nu 5 euro. En ik heb er al een fruitmand van. Of een fruitmand, noem je dat zo? Maar ja, een fruitschaal. Die heb ik van Ming gekregen. Die is nog duurder. Maar die hadden ze dus ook nog. En ja, nu heb ik dus bijpassende ja, bamboe schaaltjes. Echt heel erg tof. Dus, dat was de shoplog. Dat was best wel veel. Maar ja, ik heb me echt heel erg goed vermaakt. Het was echt super leuk. En ja, ik werd er helemaal blij van. Gewoon ook cadeautjes kopen en zo vind ik dan extra leuk. Omdat je dan dubbel zoveel kan kopen. Maar goed, ja, dat was de video.
Laat zeker weten wat jij zou kopen bij de Xenos. Als alles 50% korting was. En dat was nu gewoon hier. Hoe briljant. En bij welke winkel zou jij willen dat alles 50% korting was? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik zou niet weten welke winkel ik zou kiezen. Maar goed. Ja, laat het weten in de reacties. En doe een duimpje omhoog voor de video als je hem leuk vond. Als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. En hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!